ben Vincent en vandaag ga ik het hebben over twee luchtbuxen van Gamo. Die heel erg op elkaar lijken, maar er zit een klein verschil in. Namelijk de Gamo DeltaFox GT en de DeltaFox Whisper GT. Beide buxen lijken heel erg op elkaar. En ze zijn met name heel erg geschikt voor die wat jeugdige schutter. Dit verkopen heel veel aan vaders die het leuk vinden om samen met hun kinderen te schieten. Het mooie aan deze buxen is dat ze nog onder de 2 kilo zitten. Dus ze zijn heel erg licht en ze zijn ook niet te lang. Dus zou een vader met zijn zoontje willen schieten van zeg een jaar of 12, dan kan die jongen hem zelf ook spannen. En omdat hij niet te zwaar is, gaat hij ook niet te veel trillen als hij hem af wil vuren. Beide buxen zijn even krachtig. Het zijn 7,5 joule buxen en ze hebben een mondingssnelheid van 190 meter per seconde in 4,5 mm. Het zijn beide ook enkelschots knikloopbuxen dus. Om zo'n bux te laden, kan je hem het beste in je heup zetten. Geef hem gewoon een tik op zijn kop. Breek je nul totdat deze klik zegt. En zegt hij eenmaal klik, dan is hij gespannen. Doe je er een kogeltje in. Je sluit de loop en je kan dus één keer kun je schieten. Het is daarbij altijd wel heel belangrijk dat als je hem eenmaal gespannen hebt, dat je hem dan ook alleen nog afvuurt als je een kogeltje erin hebt. Dus zou ik hem gewoon zo spannen, de loop sluiten zonder kogeltje erin te doen en ik zou dan de trekker overhalen, dan schiet die veer naar voren en die moet eigenlijk afgeremd worden door een kogeltje wat hij weg moet duwen. En ja, zit er geen kogeltje in, dan schiet deze dus sneller naar voren en kan je bijvoorbeeld een deuk in je veer oplopen. Dus het is wel belangrijk om hem niet droog af te vuren. Verder is de veiligheidspaal, die zit voor de trekkerbeugel. Doe je die naar achteren, dan blokkeert de trekker en is het wapen veilig. En doe je hem naar voren, dan is hij schiet klaar. Maar het is geen automatische veiligheidspaal. Dus het is niet zo, bij sommige buxen heb je dat als je hem spant, dat hij dan vanzelf op zee springt. En dat je hem altijd dus, voordat je wil schieten, altijd eerst van zijn veiligheidspaal af moet halen om dus te kunnen schieten. Deze moet je er handmatig op zetten. Maar goed, de beste veiligheid is gewoon altijd de vinger langs te trekken. Dan weet je zeker dat je er geen ongelukken mee hebt. Verder is de cape is goed verstelbaar bij deze bux. Die is in hoogte is die verstelbaar en in de breedte. Er zit een 9 tot 11 mm dovetail railtje op. Dus je kan hier prima een richtkijker op doen. En vaak als wij zo'n bux verkopen is dat ook wel een accessoire wat mensen leuk vinden om erbij te kopen. Zo heb je voor dit soort lichte buxen heb je al een heel leuk kijkertje voor niet te veel geld. Bijvoorbeeld een Gamo 4x20 kijker. Die past hier dus zo vrij standaard op. Verder hebben ze een pistoolgreep, wat op zich ook wel luxe is. Dus in plaats van dat je hem wat meer zo vasthoudt, kan je duim dus door de kolf heen. Waardoor je eigenlijk je armen wat dichter tegen je lijf aan hebt. En dat schiet vaak weer wat stabieler. Het staal aan de bovenkant hier, waar dus de kijker op komt, dat glanst heel mooi. Maar dat is wel geblauwd. Wat je bijvoorbeeld vaak ziet met hele oude buxen die nooit zijn schoongemaakt, is dat er op de loop roest zit. En dat komt omdat je altijd zuur op je hand hebt, wat wegvreet in die blauwing. Dan zit hier kunststof omheen, dus dat kan gelukkig natuurlijk nooit roesten. Dit daarentegen, als je dit nooit zou schoonmaken en altijd met je zure handen eraan komt, dan kan je daar op een gegeven moment lichte roest op krijgen. Dat is er ook wel weer af te halen, maar goed, het is natuurlijk altijd beter om zo'n bux één keer soms eens even schoon te maken. Dat je in ieder geval je eigen vingerafdrukken eraf hebt. En om hem ook niet op een vochtige plek te bewaren bijvoorbeeld. We hebben van deze bux eigenlijk in 2 varianten. Je hebt dus de normale DeltaFox GT. En je hebt ook de Whisper versie. En deze versie die is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen zit hier een andere loop op met andere richtingen. Zo heeft deze op het uiteinde van het loop heeft hij een demper zitten. En die demper die dempt de mondingsknaller met 52%. Dus die is wat stiller. Al moet ik er wel bij zeggen, zelf hoor ik niet heel veel verschil. En dat komt ook omdat je bij een knikloopbux, wat eigenlijk de meeste herrie maakt, is de veer die naar voren schiet. Ja, en dat zit bij beide zit daar dezelfde veer in. Dus een demper dempt wel de mondingsknal, maar niet de klap van de veer. Dus ook bij deze verwacht niet dat die helemaal stil is. Wat deze wel weer wat luxe maakt ten opzichte van het gewone standaardmodel, is de cape en de korrel die hierop zitten, die zijn zwart en heb je natuurlijk een zwarte schietkaart, of een zwarte roos in de schietkaart, dan ja, is het iets moeilijker om daarin je korrel en je cape terug te zien. En als je deze versie hebt, die heeft dus naast de demper, heeft die ook van die fluoriserende richtmiddelen erop. Zo zit er op de korrel zit er een rood puntje en in de cape heb je 2 groene glasvezelbuisjes. Waardoor je gewoon het rode puntje in het midden van de 2 groene moet hebben en dat dan op de zwarte schietkaart. En dan zou je natuurlijk moeten raakschieten als hij goed staat afgesteld. Dus dat maakt deze luxe in feite. Ja, wat kan ik er meer over zeggen? Kijk, het zijn beide buxen nog onder een meter en onder de 2 kilo. Dus ze zijn perfect als beginnersbux. Ze zijn kwalitatief zijn ze wel heel erg goed. Ook losse veren en dergelijke zijn ervoor verkrijgbaar. Maar
Ik had, vroeger had ik zelf als kind de voorganger eigenlijk van deze buks en die is jaren meegegaan. En die is op een gegeven moment nog overgegaan naar een neefje van mij. En ik denk dat hij nog steeds ergens in de familie rondzweeft en dat hij het ook nog doet. Dus het zijn best wel buksen die hufterproof zijn, zeg maar. Ja, laten we maar eens gaan testen dan. Nou, dit is onze proefbaan, 6,5 meter lang. Kunnen we het mooi eventjes proberen. Ik zal eerst de gewone Delta Fox GT eventjes afvuren. En daarna de Whisper versie, zodat je even een beetje een idee hebt wat het scheelt aan geluid. Ik hoop dat je het kan horen op het filmpje. Het kaliber is 4,5 mm. Ik heb hem nu gespannen en ik doe er een kogeltje in. Dit zijn dan Gamon Match kogeltjes met een platte kop. Ze zijn vooral mooi voor op kaartjes. Eigenlijk kun je alle soorten kogeltjes er hazel in doen, alleen hoef je er niet een heel zwaar kogeltje in te doen. En wat je er absoluut eigenlijk niet in moet doen, dat zijn bijvoorbeeld de 4,5 mm pluimpjes. Beide buksen hebben namelijk wel een getrokken loop. Dat wil zeggen dat de trekker een velden in zit, een soort draaiing aan de binnenkant. En zou je hiermee met pluimpjes gaan schieten, dan schrapen die er eigenlijk doorheen. En dan krijg je dus een afwijking in de loop. Dus houd gewoon bij de lode kogeltjes, dat spaart de loop namelijk. Deze is gespannen. Ik doe voor de zekerheid even een bril op. Ik zal eens even proberen om op de rat te schieten. Als je de rat zelf raakt, dan gebeurt er nog niks. Maar raak je hem in het hart, dan valt hij om. En dan zit er touw bij om hem dus weer overheen te trekken. Dus dat is altijd leuk. We gaan eens kijken of het lukt. Ja, het lukt. Trek hem overheen. Hartstikke idee. Nou, dus de Whisper versie. Met de iets betere richtmiddelen. Even een beetje mee oefenen. Ik heb ze beide gewoon zo uit de doos gepakt. Dus het is altijd even kijken hoe die richtmiddelen gesteld staan. Ik zal het nog eens een keertje proberen. Of me nu wel lukt. Ik ga er nog eventjes mee doorschieten. En straks dan heb ik hem in de gaten. We kunnen nog wel even wat beelden van wat dichterbij maken. We hebben nog wel wat andere leuke doeltjes. Nou ja, gewoon kortom. Het is een hele leuke buks om mee te beginnen met schieten. Ze zijn niet te zwaar, ze gaan lang mee en je kan er echt heel veel plezier mee hebben. Ook als je bijvoorbeeld niet al te veel ruimte in je tuin hebt. Het zijn niet de buksen om mee op afstanden van 50 meter te schieten. Een metertje of 15 kun je er nog echt wel heel leuk mee schieten. Maar het zijn niet de buksen voor een lange afstand. Maar goed, dat hoeft er natuurlijk ook niet. Ja, al met al hele leuke buksen. En dan is het maar net de afweging van of de normale versie of dus dan de Whisper versie. Het maakt naar mijn mening dus qua geluid maakt het niet heel veel uit. Deze heeft dan wel iets betere richtmiddelen, maar goed, hij is ook weer duurder. Dus het is altijd een afweging. Wil je ze nog een keer proberen, dan ben je natuurlijk altijd welkom in onze winkel. En zou je hem online willen bestellen, dan kan dat ook. Oké, bedankt.